23e CARICOM-vergadering gestart. Benzineprijs weer gestegen. En Pink Ribbon Loop groot succes. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Suriname heeft gas, olie, tropisch regenwoud en goud. Dus eigenlijk helemaal geen reden om arm te zijn. Dit is een van de punten die onze president Desi Bouterse heeft besproken tijdens de 23e CARICOM-vergadering. Gisteren en vandaag zijn de regeringsleiders uit de verschillende CARICOM-landen samengekomen. Er wordt druk vergaderd over de problemen, maar ook over de toekomst van de regio. Deze vergadering is nodig omdat er veranderingen moeten komen. En dus door deze vergaderingen zullen er een aantal veranderingen komen, zodat het beter zal worden in de CARICOM. Tijdens de vergadering is de regionale sportacademie besproken. Deze zal in Suriname worden opgezet. Daar gaan we de tweede en de derde Anthony Nestis kweken, de Letitia Friesdes gaan we kweken, de Ilonka Elmans gaan we kweken. Dus het moet zo'n een universiteit worden voor sporters. Punt 1, om sportleraren op te leiden. 2, om sporttoerisme aan te trekken. En verder ook nog om geld te maken ermee. Ook is aangehaald dat het belangrijk is dat Suriname en de overige landen niet afhankelijk moeten zijn van de westerse landen, zoals Nederland of Amerika. Suriname moet niet arm zijn, omdat wij veel natuur hebben en toeristen houden ook van ons land. Dat we ons land netjes houden en dat toeristen kunnen zeggen in andere landen dat Suriname echt een mooi land is. Als ze samenwerken, kunnen ze alles doen, want samen zijn we ook altijd sterk. Door samen te werken met de verschillende CARICOM-landen, kunnen we werken aan een betere toekomst. De benzineprijs is weer gestegen. Automobilisten, bromfietsers en motorfietsen betalen vanaf vandaag de nieuwe benzineprijs. Deze is door het ministerie van Handel en Industrie bekendgemaakt. En nu de benzineprijs verhoogd is, is de kans groot dat alle producten of diensten die afhankelijk zijn van benzine ook duurder zullen worden. Zoals het openbaar vervoer. De binnenstad van Paramaribo zit bordevol bussen. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die pakken ze als ze naar het werk, naar school of naar huis moeten. Met de verhoogde brandstofprijzen kan een busrit misschien duurder worden. Bij de Sol, Shell zijn de benzineprijzen met 12 cent verhoogd. Een liter gasoline kost nu 5 SRD en 17 cent. En voor diesel zullen de klanten nu 5 SRD en 6 cent betalen. Bij Suritex Texaco is de prijs van brandstof nog onder de 5 SRD per liter. Voor Unleaded moet 4 SRD 92 cent betaald worden. En voor diesel is dat 4 SRD en 96 cent. De verhoging van de brandstof heeft twee oorzaken. Allereerst is de wereldmarktprijs voor een vat ruwe olie gestegen. Dat komt dan weer door de onrust die er is in het Midden-Oosten. Sommige landen in dat gebied hebben ruzie met elkaar, waardoor zaken als het produceren en verkopen van ruwe olie niet zo goed gaan. De toevoer van vaten olie wordt geblokkeerd en kan Suriname dus niet bereiken. Datgene dat wel komt, wordt dan tegen een hogere prijs verkocht aan de oliebedrijven. De andere oorzaak waarom de brandstofprijs is gestegen is de government take. Letterlijk is dat vertaald, de overheid neemt. Dat wil zeggen, voor elke liter die verkocht wordt aan de pomp, wordt een deel afgestaan aan de regering. Dat is tussen de 1 SRD en 60 cent en 1 SRD en 70 cent. Het is de bedoeling dat dit geld dan naar de staatskas gaat. Daarmee wordt Suriname dan onderhouden, bijvoorbeeld door het asfalteren van de wegen, het ophalen van de goten en trenzen of het aanbrengen van verkeersmeubilair. Door de oliebedrijven is er vaker aan de regering gevraagd om de government take terug te draaien. Dan neemt de regering minder geld van de bedrijven en wordt de benzineprijs ook goedkoper. Door de oliebedrijven is er vaker aan de regering gevraagd om de government take terug te draaien. Dan neemt de regering minder geld van de bedrijven en wordt de benzineprijs ook goedkoper. Als dat werkelijk gebeurt, kan de consument meer tanken en blijven de busritten ook zoals ze nu zijn. Maar de regering heeft nog steeds niets duidelijk gezegd over de government take. Thank you.
In een aantal landen is er een campagne gestart tegen de rebellenleider Josep Kony. Er is zelfs een documentaire over hem gemaakt. Het is geen grappige film, maar een heel serieuze film over Kony. Dit is hem, Josep Kony. Een Afrikaanse man die de baas is van een leger van kindsoldaten. Hij staat aan top van de lijst van oorlogsmisdadigers, maar hij is niet te pakken. Kony wil graag een eigen land waarin hij de baas kan zijn. Zijn leger bestaat vooral uit kinderen. Tienduizenden jongens en meisjes haalde hij weg bij hun ouders. De meisjes worden massaal misbruikt en als slaven behandeld. Ook heeft hij met zijn groep veel kinderen verminkt of vermoord. Het verhaal kwam op gang toen de maker van het filmpje op bezoek was in Afrika en in aanraking kwam met een jongen die ook een kindsoldaat geweest is. You go to school here? Yes. Yes, that's how you know English so well. I know. Yeah. Hij heeft die jongen beloofd dat hij er alles aan zou doen om die slechte rebellenleider op te laten pakken. De film kun je zien op verschillende sites zoals Facebook en YouTube. Alleen op YouTube is de film meer dan 50 miljoen keer bekeken. De maker van dit filmpje hoopt dat de leiders van de hele wereld er alles aan zullen doen om deze man zo snel mogelijk op te pakken. Het heeft de afgelopen week weer flink gestormd op de zon. Dat heeft NASA kunnen zien via satellietopnames. Het begon met de krachtige zonnevlam die steeds groter werd. Net als een zeepbel. Als deze gigantische grote bel mocht uitbarsten, zullen de vlammen zich voortbewegen met een snelheid van 4 miljoen mijl per uur. Dat is miljoenen uren sneller dan een straaljagervliegtuig. Voor de mens zijn de vlammen gelukkig niet schadelijk, maar voor de technologie is dat een ander verhaal. De vlammen zouden op drie manieren storingen kunnen veroorzaken. De eerste is magnetische storing, de tweede telegrafische storing en de derde bestralingsgolven. Dus alle apparatuur dat met elektriciteit gaat of met satellietmogelijkheden zouden dat kunnen uitvallen of helemaal niet kunnen werken. Gelukkig hebben wij hier niets gevoeld, maar tot vandaag nog zouden de effecten invloed hebben. De mensen in onze binnenstad hadden gisteren meer kleur dan normaal. Want behalve dat het Pagwa-feest werd gevierd, was het ook nog de Internationale Dag van de Vrouw. Juist op deze dag werd Stichting Pink Ribbon Suriname gelanceerd. Deze stichting vraagt aandacht voor borstkanker en wil het aantal mensen met borstkanker verminderen. Op het Onafhankelijkheidsplein was het gisteren helemaal roze. Daar waren ongeveer 10.000 mensen in roze shirtjes samengekomen voor een wandelloop. Om aandacht te vragen voor borstkanker en de bestrijding daarvan. Ik heb meegedaan aan de Pink Ribbon loop omdat ik het heel erg belangrijk vind om een campagne als borstkanker te ondersteunen. Ik hou van die beweging en omdat ik deze campagne sowieso wil supporten. Het is een heel goede campagne. Er zijn heel veel vrouwen die borstkanker hebben en niet ervan op de hoogte zijn. Dus ik vind dit een top campagne. Ik heb gelopen voor mijn tante. Ik heb er een paar jaar terug aan borstkanker verloren. En ik dacht van ja, ik doe het voor haar. Ik heb meegelopen omdat ik wil vechten voor de mensen die niet meer kunnen vechten tegen kanker. Initiatiefneemster Karin Revos heeft zelf borstkanker gehad en dit overwonnen. Dat er zoveel mensen naar het Onafhankelijkheidsplein zijn gekomen, betekent voor haar en de organisatie een groot succes. Geweldig! We hebben echt meer dan 10.000 man hier op het plein en over de opkom, ja, geen discussie. Het is ontroerend om te zien al die mensen in die pink ribbon truitjes. Het is gewoon fantastisch. Ik vond vandaag een hele mooie dag. Ik heb ontzettend genoten. Ik ben zo blij dat zoveel mensen kwamen opdagen en hebben meegelopen ook. Het was waanzinnig. Met de wandelloop is de campagne van Stichting Pink Ribbon Suriname officieel gestart. Er zullen de komende tijd folders gedrukt worden met informatie over borstkanker. En ook Lucia Rijker zal op verschillende plekken blijven spreken over deze ziekte. De meeste vrouwen die borstkanker krijgen zijn tussen de 50 en 75 jaar. Je hoeft je nu dus nog geen zorgen te maken. Maar het is wel goed dat je weet dat het bestaat. En dat je voor de zekerheid toch om de zoveel tijd laat onderzoeken. En dat was het weer voor deze uitzending. We zijn er maandag weer. Prettig weekend!